Ik vond het een waardige herdenking. En ja, zo mooi dat er nog veel mensen zijn. Ook mensen die echt als nabestaanden hier zijn. Mensen die zelf met vrienden daar geweest zijn. En mensen daarachter hebben gelaten. Ja, en dan is het zo mooi om met kinderen deze herdenking met elkaar te maken. Ja, want we hebben het samen met groep 8 is deze herdenking tot stand gekomen. De organisatie van de herdenking is gedaan door de Clara Fabricius School. Voor de school is dit erg mooi om te doen, aangezien dit voor hen een mooi iets is. Bij de organisatie zitten zowel pluspunten als minpunten. Nou, de organisatie op zich valt allemaal wel mee, qua hoeveelheid. Maar het is wel heel mooi om te doen. De kinderen zijn er van begin af aan bij betrokken. Wat wij wel altijd heel moeilijk vinden is, wij sturen altijd de adreslijst mensen toe. En er vallen altijd mensen af, mensen die overlijden. En dat vinden we altijd heel verdrietig. En dat vinden we altijd heel moeilijk. Maar ja, mensen die berichten ons daarover. En dat gaat altijd vol respect. En mensen zeggen altijd van, wat ontzettend mooi om dit met elkaar te mogen en kunnen beleven. De 6 soldaten die herdacht worden komen uit de omgeving van Andelst. De plek waar de herdenking is gehouden. Het is voor altijd belangrijk om deze strijders te herdenken. Het is gewoon heel erg belangrijk. Deze mensen zijn geroepen. Zij werden geroepen. Het staat ook op het monument. En daarvoor is het zo ontzettend belangrijk dat deze jongens, die er zelf niet om gevraagd hebben, wel herdacht worden. De school organiseert deze herdenking al heel veel jaren. En zijn hier in de toekomst ook zeker van plan om mee door te gaan. Nou, we hebben het natuurlijk nu al 35 jaar georganiseerd. Ja, en ook volgend jaar, als het aan mij en ook als het aan de school ligt, zullen we dit weer blijvend organiseren.